Deze nieuwsuitzending die gaat over boze mensen. Ik ga ermee stoppen. Niet met boos te zijn, want ik ben niet boos. Ik ben nooit boos geweest. Ja, ik ben wel eens boos geweest op mijn moeder en op mijn vader. Ja, toen was ik een kind. Dan ben je afhankelijk van mensen en die zijn nogal niet echt opvoedkundig bezig. En als kind heb je dat in de gaten en dan ben je hier wel kragen we nou. Ik moet behouden aan allerlei regels en mijn ouders die doen gewoon wat ze zelf zin in hebben. Dus dan ben ik boos geweest op mijn ouders. Meten met twee maten, vond ik het. Maar ja, dat was toen. Sinds mijn, hoe is het ongeveer? Sinds mijn 36e of zo. Ik ben nog eventjes heel boos geweest op mijn vader. En toen zei zijn moeder, mijn oma, die zei tegen mij van... Ik heb van je vader gehoord dat je boos bent op hem. Ik zei ja, dat wel. Nou, zei mijn oma. Daar houden we mee op. Je gaat je excuses aanbieden. Die krijgen we nou. Ja, een maand later was het dood. Nou, je kan moeilijk... een opdracht van iemand die overleden is naast je neerleggen. Nou, een mooie boel is dat. Toen heb ik het bijgelegd met mijn vader. Dat was een goed idee van mijn oma. En daarna ging het alleen maar beter tussen mij en mijn vader. Zeker toen ik een kind kreeg. De moeder van mijn kind kreeg natuurlijk het kind, maar ik kreeg de verantwoordelijkheid over het kind ook. Of met name, want die moeder is erg, noem het maar, speels. Daar ben ik ook heel boos op geweest. Wat krijgen we nou? Voor één kind in huis lijkt me wel genoeg. Hij bleek er twee te hebben. Eentje van een paar maanden en eentje van in de 30. Ik wil leuke dingen doen. Ja, je hebt de zorg voor een kind. Dat lijkt mij leuk genoeg. Hé, boze mensen. Ze zijn op mijn pad gekomen. Grote aantallen. Misschien is het wel zo dat heel veel mensen eigenlijk boos zijn. Dat we het niet in de gaten hebben. Dus mijn moeder, toen was ik bij haar en toen mijn zus was er ook en mijn dochter was erbij en mijn broer en haar man, weet ik veel, waren het eten of zoiets. Mijn moeder was jarig of weet ik veel. Dan begint mijn moeder over transgenders. En hij is er dan een heel leuk verhaal over te vertellen. Nou, en ik vind transgenders, dat zijn zieke mensen. Dat lijkt me nogal wieder. Die mensen die beweren dat hun lichaam niet deugt. Nou, dan ben je ziek dus. En die gaan dan met dat lichaam naar de dokter. En dan hebben ze zelf verzonnen van, ja, er zit één penis te veel aan. Het is een geestelijke, een vorm van geestelijke handicap. Nou, je bent geboren met een penis en ben je daar nou nog niet aan gewend? Is er toch iets mis met je denkvermogen? Of niet? En mijn moeder die hield zo'n lofzang op de transgender die dan vanuit de algemene middelen geheel gratis op kosten van de Nederlandse burger mag die een geslachtsoperatie ondergaan. Maar dat is helemaal geen geslachtsoperatie. Het is een penisamputatie. En een balzakamputatie met die ballen. En dan krijg je een kunstmatig gat.
Maar dat is geen vagina, dat is een gat. Ja, daar kan iemand dan met zijn lul in stoppen, maar dan heb je het ook gehad. Je hebt niet dat het nat wordt of zo. Slijmerig. En alle andere geslachtskenmerken die een man onderscheiden van een vrouw, ja, daar kunnen ze geen zak aan doen. Zoals de hoeveelheid huidvet. Misschien als jij elke dag oestrogeen blijft slikken, dat iets kan doen. Maar waar je zeker niet kan veranderen is de verhouding tussen de breedte van je schouders en de breedte van je heupen. Of de hoogte van je taille. Want bij een man zit de taille onder de navel en bij een vrouw daarboven. Ongeveer dan, hè? Gemiddeld gesproken. Maar de taille van de man ligt lager dan de taille van de vrouw. Ik heb ook een taille, maar die zit onder mijn navel. Maar je kan niet, dan moet je de navel gaan verplaatsen of de taille gaan verplaatsen, maar dat kan niet. En een man heeft een X- en een Y-chromosoom en een vrouw heeft twee X-chromosomen. Nou, je gaat mij niet vertellen dat je dat kan veranderen. Moet je al die cellen moet je af, maar overal moet je het Y-chromosoom verwijderen en daar een X-je voor terugstappen. Ja, hoe doe je dat? Je kan helemaal geen geslachtsveranderende operatie laten uitvoeren. Nou, dit hele lange verhaal heb ik niet gehouden. Ik heb alleen maar in het kort iets gezegd. En toen werd ik onmiddellijk de mond gesnoerd door mijn moeder. En die begint me toch een partij te kankeren. Dan denk ik, ja man. Op jouw verzoek kom ik naar Almere. Dat kost mij, want die Clio moet ik dan halen. Dan moet ik mijn dochter regelen. En dan moet ik de Clio halen. En dan moet ik mijn dochter ophalen bij haar thuis. En dan naar Arnhem rijden. Of naar Almere rijden. Dat is een heel geintje. Dat kost me weer een 2 uur. Om bij je te zijn. En dan moet ik weer terug. En dan de auto weer wegbrengen. Ik ben 4-5 uur aan het reizen. Op jouw verzoek. En dan een beetje lopen kankeren tegen mij. En mijn moeder is dan boos. Ik vind het helemaal niet leuk. Klein. Een andere keer was de verjaardag en dat ze haar familie ook uitgenodigd. En ik zit netjes op een stoel. En haar familie had een soort van kring gevormd. Ja, dan moeten ze lekker zelf uitdoen. En mijn moeder zat in die kring en ik zat gewoon op de plek waar ik zat toen ik binnenkwam. Ik zei, nou, dan ga ik daar zitten. En haar familie had het over allerlei dingen die mij niet of nauwelijks interesseerden. Dus ik hoefde niet deel te nemen aan dat gesprek. Mijn moeder die draait zich op een gegeven moment om. Die zat schuin voor mij. Die zegt, waar zit je buiten de kring? Waar zit je buiten de kring? Ja. Laat me toch zitten. Ik ben er boos. Toen was ik hier bij haar en toen zat ik de groegemeente, die was dan naar de bioscoop. Nou, ik hou niet van de bioscoop. Belachelijk. Als je één keer in de gaten hebt dat er een agenda achter zit met altijd weer hetzelfde beeld. Dat die vrouwen zijn eigenlijk veel beter dan mannen. En die zijn veel eerlijker en veel meer wilskracht. En hebben veel meer inzichtelijk vermogen. En die mannen die hobbelen achter de feiten aan. Ga maar opletten. De enige waar vrouwen van verliezen als ze blank zijn, is het van de negroïde vrouwen. Want die zijn nog een stukje slimmer. Ja, ik hoef die rotzooi niet te zien. Maar iedereen lekker naar de film. Maar dan zit ik met mijn moeder thuis, die was bezig met het avondeten. En ik had mijn laptop meegenomen. En ik luister naar iets van, dat luister ik toen. White nationalists ofzo. Uit Amerika. En er was er eentje en die had best een aardig verhaal. Want die white nationalists zijn niet allemaal gek. Maar helemaal. Die hebben ook een mening. Die ze mogen hebben wat mij betreft.
Ja, er zijn mensen die stellen het helemaal niet op prijs. Dat ze ja, de leefruimte moeten delen met een hele andere cultuur. Of dat nou mestizo is, of negroïde, of Aziat. Die willen tussen blanken zitten. Ja, dat mag toch. Je hebt hier, wat is het, Detroit of zo, heb je hele wijken, er wonen alleen maar negroïde mensen. Dat mag toch ook. Muhammad Ali, die bokser, Cassius Clay heette die vroeger. Die heeft ook tijdens een interview gezegd, van, ja, als je het aan mij vraagt, ik ben het liefste tussen mij en de mijne. Dat is mijn soort. Ik moet helemaal niet tussen die witneuzen zitten, daar hou ik helemaal niet van. En dat mag Cassius Clay toch ook vinden. En mijn moeder zo, wat een rotstem. En ik, ja. Ja, ze kan je overal overlopen zeiken. Hé? Laat die mensen toch. En ik ben dan belangstellend, ik wil weten wat ze te vertellen hebben. Je hebt zo'n staat, in die North Dakota, heet dat. Die man zijn naam, die ben ik nu kwijt. Ik heb al jaren niet meer naar die vent geluisterd. Maar die vertelde dat in North Dakota op de school, op het schoolplein, er staan de kinderfietsen, die staan er netjes op een rij en geen enkele fiets staat op slot. Ja, dat moet je eens even doen in Detroit. En wie die jatte je fiets? Ja, dat zijn niet de blanke mensen. Of die doen mee met die negers. Dus mijn moeder natuurlijk zei even, nou, in North Dakota, daar staan de kinderfietsjes en zo, die staan daar buiten en die staan niet op slot. Maar mijn moeder, dan ga je toch naar North Dakota? En ik denk, wat is dat nou weer? En s'avonds breng ik mijn dochter hier naar bed en mijn dochter helemaal huilen. Papa, je gaat toch niet echt naar North Dakota? Ik zei, nee kind, natuurlijk niet. Nee, dat is mijn moeder weer even in de bocht. Met de kwaaie kop. Ja, luister een keer naar mij. En spuug zat. En niet dat ik mijn moeder niet meer wil zien of zo. Ik wil er ook geen drama van maken. Maar ik registreer wel dat ik me daar erg aan irriteer. En dat ik dat helemaal niet leuk vind. Natuurlijk heeft mijn moeder recht op haar mening. Dat hoef je niet te ventileren op een dermate manier. En moeder had ook aan mij kunnen vragen van ja, Perry, ben je dan van plan om naar North Dakota te gaan verhuizen? Dat heb je trouwens ook niet zomaar gedaan. Dan had ik tegen haar gezegd van nou ja, op dit moment zie ik daar niet een mogelijkheid toe. Maar zo'n samenleving, nou, ik snap wel dat het prettig is. Er is recentelijk is er een blank jongetje van een jaartje of 4, 5 in een winkelcentrum van de derde verdieping afgegooid door een negroïde man uit Somalië of zo. Nou, dat jongetje heeft het overleefd, maar niet zonder kleerscheuren. Dat kan je wel voorstellen. Je valt wel even 12 meter omlaag. Het jongetje is echt bij de borstkas gepakt. Hoppakee, over de reling geflikkerd. Door die neger. Uit Somalië. Of waar die maar vandaan kwam. Eritrea, Nigeria. Wat die vent in Amerika deden, weet ik ook niet. Maar het zal een of ander diversiteitsprogramma zijn. Want diversity is our strength. Of zoals Bill Clinton zei, diversity is our biggest strength. Ja, er worden dus kleine blonde jongetjes met blauwe ogen, zijn er de Blue Devils, hoppakee, 12 meter omlaag geflikkerd. Je mag nog blij zijn dat het keeltje het overleefd heeft. En dan later hoor ik dan dat dat beroemde winkelcentrum, dat wordt eens in de 3 jaar of zo, vindt daar een raid, noemen ze dat.
dan stormen ze naar binnen met een mannetje van 100, 200. En dan gaan ze plunderen en vernielen. Ja, dat zijn geen blanken hoor die dat doen. Nee, dat zijn negers. Ja, maar Piri, je mag geen negers zeggen, want dat is discriminerend. Ja, zo heette die groep. Of negrovieden. Ja, maar in Amerika is nigger een scheldwoord. Ja, punt 1, die mensen noemen elkaar allemaal nigger dit en nigger dat. Hey, nigger bro. En punt 2, we zitten hier niet in Amerika en ik zeg niet nigger, ik zeg neger. Kan ik zeggen kleurling, maar ja, een Antilliaan is geen neger en wel een kleurling. Dus vandaar dat ik het begrip neger heb. En mijn moeder dan zo boos. Ja. En meer mensen hoor. Zo'n kennis die ik dan heb en die komt uit voormalig Joegoslavië. Nog een tijdje met haar gedate. Dat leek heel leuk. Totdat ik erachter kwam dat ze van die boze dingen ging zeggen. En doen. Nou, dat gebeurt dan één keer en dan denk je, wauw, ik ga maar naar huis en kijken wanneer ze afgekoeld is. En inmiddels zijn we een aantal jaren verder. En de laatste boze toestand, die was die. We zaten ergens in een streetcafé. Lonneke was er ook bij. Lonneke kent haar ook. En toen zei ze op het terras, want ik heb een akkefietje gehad. Ik heb een vrouw in huis genomen uit medelijden. Die werd ook hartstikke boos. Ja, de kind van 4. Oh, die staat onder deze uitzending, Mick. Die moet je echt even luisteren. Dat is het succesnummer. Dit is de allerbeste, mooiste, tranentrekkende uitzending die ik ooit heb gemaakt. Met een kind van 4 op mijn schoot. Dat hij zegt van, als ik zo dadelijk 5 ben, dan mag het leven van mij stoppen. Dan ben ik het mooi genoeg geweest. Een kind van 4. Je moeder is een portret, man. Zo. Regelrechte kindermishandeling. Ja, die moeder die heeft mij klappen verkocht. Aangifte gedaan met de politie. Het balletje is aan het rollen gekomen. En mevrouw is haar kind kwijt. Geheel tegen mijn wil, by the way. Want ik had een plan klaar. Ja, ik ben ook niet gek. De tante van dat kind, die had een kamer over. En nog even gevoeld, hoe diep is het water? Maar ze kende de hele situatie. Ze zei, ja, ik weet het van. En die broer van haar, die is overleden aan, zeg maar, een overdosis speed of onderkoeling of zoiets. Drama. Ja, het is geen slecht jong. Dat niet. Kijk, een overdosis speed, dan kun je niet zeggen dat het crimineel is of zo. Ja, die is dan dood. Vroeg nog aan haar van, gebruik jij ook drugs? Ze zei, ja. 1-2 keer per jaar, dan gaan ze naar met zo'n clubje, gaan ze naar België, naar zo'n oetje festival, of reggae of zoiets. Ja, zei ze, daar gebruik ik wel. Maar ja, dan zijn we terug in Nederland en dan haal ik de kinderen op bij mijn moeder. En dan gaan die kinderen naar de moeder en die gaan even logeren. En mama gaat dan even in het dak in een weiland met een camping vlakbij. Nou, dan ben ik weer terug in Nederland en dat is weer mooi geweest. Nee, dat kon niet volgens jeugdzorg. Dat moest professioneel aangepakt worden. Dus Mick zit inmiddels op een geheime locatie. Nee, daar word je blij van. Stomme moeder. Anyway, die kennis van mij uit Joegoslavië. Die zat op het terras van het streetcafé en... veel. Dan is het haar opgevallen dat ik dan regelmatig nogal veel drink.
Nou, daar ben ik inmiddels mee gestopt, dus dat argument is nu weggevallen. Maar in die tijd, ja, tanken. Dus dat zit te schelden, joh. Ja, die vrouw die jouw klap heeft verkocht, nou, dat moeten ze nog een keer doen. Want jij bent een klootzak en lalala. Ja, nou moet je ophouden. Ik ben er klaar mee, ik heb er geen zin meer. Boze mensen, flikker toch al. Waar moet je ermee? Alsof zij zo weinig is, alsof zij zo weinig drinkt. Dus zij tankt ook. Een beetje lopen zeiken over mijn alcoholgebruik. Ik vind het flauw. Boos vind ik het. Hou toch op. Ga je moeder pesten, zeiden wij vroeger. Dat valt mij niet lastig, toch? Wat had ik nou laatst met Marco? We hadden het over, over het geloof. Marco, heb je zin? Dan gaan we even, ja, noem het maar kickboksen, maar dan over de microfoon. Over het geloof. Want hij vindt het geloof één grote bullcrap. Nou, dat mag. Maar dan gaan we even steggelen met z'n tweeën. Ja, dat vond hij goed. En hij had dus een troefkaart. En dat was Immanuel Kant. Dus eerst een beetje zeiken over de Bijbel. Lalalala. En toen dacht hij van, nou ga ik hem pakken. En dan komt hij met Immanuel Kant. Ja, want Immanuel Kant, Ja, Immanuel Kant heeft gezegd. En daarom moest ik het weten opheffen om ruimte te maken voor het geloof. Binnen een minuut had Marco zonder gedachten zeggen de verbinding verbroken. Binnen een minuut. Hij riep nog iets van, daar wil ik zwart op wit bewijs van zien. Ja, op dat moment had ik dat natuurlijk niet voorbereid. Hij begint over Immanuel Kant. Dus ik zei tegen hem, nou dan moet je me even de tijd gunnen. Dus ik ging op Google, ging ik even kijken. Nou, en in de tijd dat ik aan het kijken was, dus die minuut, dan heeft hij de verbinding verbroken. Nou, 5 minuten later vond ik een publicatie van de Katholieke Universiteit van Leuven, waar Jörg Liesman woont. Dat was een katholiek bolwerk. Nou, heb je publicatie aan hem gestuurd? Heeft hij niet gelezen? En later had ik me een keer aan de lijn. Ik zei, ja, heb je nou al gekeken? Nou, het is niet zo dat als jij mij een link stuurt, dat je dan van mij, dat ik verplicht ben om hem te lezen. Hij vraagt toch aan mij? Want hij zei tegen mij, ik wil dat zwart op wit zien. Nou, regel ik dat voor hem? Ja, maar waar stond het dan? Ja, Katholieke Universiteit van Leuven. Oh, zei hij. De afkorting daarvan is KUL. Dat is kul. En dat is onzin. Nee, dat is helemaal geen onzin. Dat is de Katholieke Universiteit van Leuven. En ik weet dat van Kant, want ik ben dus. Ik ben zeg maar. Ik heb onderricht gekregen in het werk van Immanuel Kant. Aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. En de kritiek der reine vernoemd, dat is een officieel boek. Ja, kom op. En in de tijd dat ik in Nijmegen zat, zaten er al medestudenten zo van, het waren er ook studenten die zeiden van, nou, Kant kan het wel zeggen, maar ik geloof het niet. 19-jarige puber met nog jeugdpuisjes, die weet het allemaal beter dan meneer Kant. Die professor was, docent was in logica en metafysica aan de Universiteit van Koningsbergen. Het was toen al bekend. Ik weet het al heel lang, ik ken ook het hele bewijs. Het weten is begrensd. Punt. Weten, dat is leuk als je een riolering moet ontwerpen voor een grote stad zoals Arnhem. Hoe dik moeten de pijpen zijn?
Maar kijk, je moet het niet overdimensioneren, want als je die pijpen veel te groot maakt, ja, dan kan je er zeker van zijn dat de afvoer wel klopt. Maar dat is hartstikke duur. Nou, daar is het weten voor. Dan moet je gaan werken met debietcijfers. Dan moet je weten wat de gemiddelde viscositeit is van die rotzooi die door de riolering heen moet. En tot die stront maakt het een beetje stroperig en daar moet je ook rekening mee houden. En dat is het weten. Je wil een flatgebouw bouwen. En dan, ja, dan moet je wel houden aan bepaalde wetenswaardigheden. Want anders valt het flatgebouw om bij een vette storm. Dat is het weten. Maar dat leert je niks over het geheel waarin wij opereren. En voor dat laatste stuk heb je het geloof nodig. Met name als het gaat om de moraliteit. Want vanuit het weten kan je niet aantonen dat een mens zich moreel moet gedragen. Dat moet vanuit het geloof kunnen. Het kan alleen maar. Ja, dat moet dus vanuit het geloof. Het kan niet vanuit het weten. Dus het moet het vanuit het geloven. En dat geloven, dat moet je een basis geven door de mensen duidelijk te maken dat hun weten niet alle kennis is. Niet alles. Niet de kennis van alles is. Er bestaat ook zoiets als moraliteit. Dat kan. Nogal simpel, hoor. Echt niet moeilijk. En dan wordt Marco boos. En dan in de volgende ronde zegt hij dan, ja, het is van de Katholieke Universiteit van Leuven en dat is allemaal kul, want de afkorting KUL, dan is dat onzin. Ja, haal toch. Hij is boos. Ik ben boos. Ja, boos op wat of wie? Kennelijk op mij. Hij verbreekt de verbinding. Dat denk ik, nou. Ik ga Marco ook niet meer bellen. Dat is mooi voor mij. Mijn zus is er ook zo weer. Is ook zo'n boze. Die wilde een website. Zei, nou, daar wil ik je wel bij helpen. Maar dan moet jij even beginnen met dit en dat. Nou, dat had zich een zin in. Oh. Nou, dan regel ik iemand die dat stuk voor zijn rekening neemt. Het ging om het ontwerp. Maar ontwerpje. Het is niet zo dat ik even een website ga maken en dat zij dan zegt, oh, dat is leuk, maar dan wil ik die knoppen naar links en die moeten naar rechts. En kan er ook dit en oh ja, kom allemaal ideeën, zeg. Ja, daar heb ik geen zin in. Ja. Van tevoren even een schetsje maken, want dat wil ik en dan maak ik het voor je. Of je vindt ieder ontwerp goed, vind ik ook best. Maar dan is dat de afspraak. Ja, dat wil ze natuurlijk niet, want ze had allemaal gedachten. Ja, dat wil ik wel. Ja, ik zag laatst zo'n website en ja, zoiets wil ik ook wel. Maar ook wat ik elders al ergens anders zag, dat vind ik dan ook wel leuk. En, ja, maak dat even duidelijk. Nou, zij konden geen ontwerp in elkaar tekenen met de kleurpotloden. Dan heb ik daar een professional voor ingehuurd. Gevraagd, die man die ken ik al heel lang. Die is met pensioen. En die zei, nou, het volgende, mijn zus wil een website, maar die heeft helemaal geen geld. En, nou, die website gaat ook niet heel veel opleveren. Ah, zei hij, als het familie is van jou, ik ken Paulus al heel lang. Ja, dan doe ik dat voor bijna moppers. Laat hem maar langskomen. Nou, ik bel mijn zus op. Ik zeg, nou, je kan langskomen bij Paulus. En dan moet je even zeggen wanneer. En hij zit vlakbij het station van het Amstelstation in Amsterdam. En dan zeg je, nou, ik ga toch niet helemaal naar die man toe. Jeetje. Dus zij wil toch die website? Ja, ze zei, moet maar bij mij langskomen. Die zus van mij is 4 jaar jonger dan ik. Paulus die was toen al in de 70. Ah. Zei ik Paulus teruggebeld? Ja, Paulus. Zou je zin hebben om naar mijn zus toe te gaan? Oh, zei Paulus. Ja, dat doe ik wel. Ik denk, nou, dat is wel aardig van hem. Dus ik heb mijn zus teruggebeld, afspraak gemaakt. En toen werd het heel erg slecht weer in Nederland. En we hebben op een woensdag sneeuwpartijen, treinen die uitvielen, dan maar ijzel op straat en toestanden. En de volgende dag zou het geen haar beter worden qua weer. Dus Paulus belt me die dag van tevoren op en die zegt, nou, morgen ga ik niet naar Haarlem. Ja, straks strand ik ergens.
Nou, dat begreep ik donders goed. Dus ik bel mijn zus op. Ik zeg, vanwege het slechte weer komt Paulus morgen niet. En mijn zus wordt boos, joh. Wat denkt die knul wel niet? We hebben een afspraak. Ik denk, ja, nou moet je ophouden. De laatste keer dat ik haar gesproken heb. Ik heb er gewoon geen zin in dat boze gedoe. Punt. Ik mij een beetje in bocht te wringen, want mijn zus wil zo graag een website. En in alles te regelen, dan bellen met die, en terugbellen, en afspraken maken. En dan krijg je dat over je heen. Een man van in de 70 die zegt, ja mooi, het is ook slecht weer, ik ga morgen niet naar buiten. Ja, ik geef hem naar de supermarkt, mijn gehaktballetjes halen, maar nee, ze hebben het gehad. En voor de rest niet. Veel te slecht weer. Naar mijn zus denken een beetje te mogen kankeren. Nou, bekijk het maar. Het stond mijn zus vrij om na één keer afgekoeld te zijn, om mij terug te bellen en te zeggen, god, ik schoot een beetje over mijn theewater, denk ik. Hè. Ik hoop dat je het niet al te vervelend vindt en sorry. En zal ik dan maar naar Paulus toe gaan. Zij mag toch, als zij wel wil reizen met dat slechte weer, dan gaat zij toch met de overchip ellende naar het Amstelstation toe. Het is voor haar net zo ver naar Paulus toe als vice versa. En dat had Paulus prima gevonden. Nee, maar daar is het te lui voor. Nee, die gaat lekker op de dikke reet zitten en wachten tot een man van 70 langskomt. En dan een beetje lopen kankeren tegen je broer. Nou, bekijk het maar. Ja, niet dat ik boos ben, maar ik doe er niet meer aan mee. Maar zo met die Joegoslavische kennis, had ik een aantal keren van die akkefietjes gehad. Ik denk, ja, dat vind ik niet leuk, lieve schat. Maar ik ben niet haatdragend en la la la. En toen hadden we het idee, want ik heb de markt hier om de hoek. En dan zei zij van, nou, als jij nou vis haalt en een fles witte wijn voor mij, dan zorg ik voor avondeten. Toen dacht ik, oké, dat lijkt me leuk. En dan gaan we een filmpje kijken. Dat is een hele stapel met dvd's. Ja, dat is best. Heb ik ook nog de afstandsbediening weer aan de praat gekregen. Want de batterijen waren op of zo. En ze had geen. Die had ik dan wel, dus batterijen meegenomen. Konden we de ondertitels tenminste aanzetten. Ja, dat was leuk. Ja, niet anders dan leuk. En toen zei ze, volgende week zaterdag weer hetzelfde. Ja, dat is goed. Toen hebben we mosselen gegeten. Die had ze hartstikke lekker gekookt. En zij zorgde voor aardappeltjes. Een complete maaltijd. Erg lekker. En toen, de zaterdag daarop, toen hebben we sliptongetjes gegeten. Dat heeft ze ook prima klaargemaakt. Dat is ook leuk. En toen wilde ik krap. Op internet gekeken hoe je dat moet klaarmaken. En een verse krab. Hè? Maar die kan je niet kopen op de markt. Die kan je wel bestellen, maar dacht ik, ik ga hier naar de viswinkel. Daar besteld. Viel me nog mee. Het was 7,50 per krab of zo. Dus iets van 15 euro. Twee mooie grote krabben uit de Noordzee. Of nog minder. Had die bestelling geplaatst en toen in de loop van de week belt ze me op en dan begint ze over mijn Netflix account. Van, mag ik meeliften op jouw account? Ik zeg nee, dat kan niet, want ik lift al mee. En ik ga niet op een account waarop ik al meelift om die inloggegevens door te geven aan een derde. Het is het account van Nancy. En Nancy ken ik niet eens heel goed. Het is een vriendin van mijn moeder en haar nieuwe man. Dan moet ik minimaal eerst toestemming gaan vragen. En wat moet ik dan zeggen? Ja, iemand die je kent, die wil ook graag? Zei, nee meid, dat gaat niet door. Oh. Dat was al zagrijnig. En dan de volgende dag belt ze op. Zegt, ja, mag ik een tientje van je lenen? Ik zeg, ja hoor. Het was 22:00 s'avonds, hè. Ja, maar
Want ik zei wel tegen haar, ja, ik heb momenteel geen cash. Ik heb geen contant. Zullen we gaan morgen wel even pinnen? Nou, zei ze, maar je hoeft niet te pinnen. Ik wil graag namelijk dat je het overmaakt. Zo, nou, dat is ook goed. Maak ik het morgen aan jou. Nee, zei ze, dat moet je vanavond nog overmaken. Met een spoedbetaling. En ik zei, ja, maar daar zijn kosten aan verbonden. Oh, zei ze, maar dat is maar €1,50 hoor. En dan krijg je dan, als mijn uitkering binnenkomt, dan krijg je het terug. Dat zou dan 2-3 weken duren of zo. 2 weken. Ik zei, wat is de haast nou? Nou, wat bleek nou? Ze had een Netflix-account opgezegd. En de dochter, die was een serie aan het kijken. En toen de dochter erachter kwam dat er dus geen Netflix meer was, was die dochter stikzaggerijnig geworden. Ik denk, ja, nou breek mijn klomp. Ja, ze heeft toch een uitkering? Ja, hou je poen een beetje in de gaten. En als je dan zo graag Netflix wil kijken, dan kost dat €5 in de maand of zo. Ja, dan wil ze een gratis. Dan is het die gratis periode voorbij. Dan zegt ze het op en dan gaat ze Ziggo doen. En en dan moet ik een beetje op stel en sprong mijn pasje gaan zoeken, inloggen, bliep, 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 bloep, bloep. Die kosten die zijn veel meer dan €1,50, echt waar. Omdat de dochter dan Netflix wil kijken. Zeg ik, nou, dat doe ik niet. Maar toen werd ze kwaad, jongen. En dan kreeg ik later zo over Facebook, eet die krabben maar op met je kont. Weet je, gelijk de fijngevoeligheid van de gemiddelde Serp. Dan weer van taalgebruik. Eet het maar met je kont. Boerenvolk of zo. Ja, of zij behoort tot het mindere deel van de Servische bevolking of zo. Maar dat zeg je toch niet? En ik had die krabben al besteld. Ja, ha 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 ha. Heb ik het opgelost door Wim Kruidentuin uit te nodigen. En die vond het helemaal niet lekker. Die vindt het helemaal niet lekker. Ja, krabbenvlees, dat eet je koud. En Wim is dan zoiets, ja, avondeten moet warm zijn. Ik zeg, nou, maar de stokbrood is toch lekker warm? Ja, zegt Wim, maar ik lust geen brood. Oh, ze hebben een klein beetje, maar ik vind het niet echt lekker. Ja. Ja, geinig is dat. €15 uitgegeven voor een mislukte eetpartij met Wim Kruidentuin. Ja, daar hebben we ook geen zin in. Nou, toen nog een geintje. Ik denk, nou is genoeg. Facebook geblokt. Ja, e-mail kan je dan niet blokken. Daar hoorde ik helemaal niks van. En toevallig van de week word ik gebeld op een vaste nummer. En dan kan ik zien dat zij het is. Dat neem ik niet op. En even later word ik gebeld op mijn mobieltje. En dan kan ik zien dat zij het is. Dat neem ik niet op. En op mijn voicemail stond dan, ja, ik wil graag advies. En dan kwam de vraag, denk, nou ja, daar weet ik toch niks van. Niet op gereageerd. Ik ben klaar met boze mensen. Wat heb je er nou aan? Wel een gezeik. En de moeder van mijn kind, dat is ook zo'n boos mormel. Ja, ook geen contact meer. Laat maar zitten. Die gaat me schelden tegen de aspadistra. De Sanseveria. Op de stoeptegels. Maar niet meer tegen mij. Want die boze mensen bekijken het maar. Ik ben toch niet een of andere pispaal. Schopstoel. Je moet jezelf een beetje in bescherming nemen tegen die boze lui. En gewoon niet mee omgaan. Ook mensen op het werk, hoor. Ik heb nou geen collega's meer. Oh, wat een boze gedoe. Ik werk er gewoon niet meer mee samen. Klaar. Kijk naar me. Dan maar geen business. Maar geen zin om te gaan met al die chagrijnige lui. En van die mensen die gestopt zijn met roken. En als je dan zelf een checkje opsteekt. Oh, daar weer een opmerking erover. Die houdt toch op. Want zij zijn toch gestopt met roken? Nou, wees er blij mee. Wat ermee gehad?
En ik vind dat jullie dat ook moeten doen. Je moet niet omgaan met boze mensen. Je moet ze ook niet zielig vinden. Er is helemaal niks aan de hand. Ik bedoel, het zijn zielenpoten, maar... Ja, ongeneeslijk zielig. Wat zou je ermee bemoeien? Wat heb je er aan? Word er echt niet blij van, hoor. Het levert je niks op. Ze zijn contraproductief. Ik heb het op het werk gehad, een eigen bedrijf, een aantal fennoten. En er zaten twee fennoten op elkaar boos te doen. En de klant, die werd de dupe. Was de dupe. Dat is dan leuk dat Piet ruzie heeft met Karel. En dan zegt hij, nou, met Karel is een stom, nou, daar ga ik niet meer mee samenwerken. En dan Karel tegen mij, nou, Piet is zo stom, nou, daar ga ik niet mee meer samenwerken. En ik zeg, ja, en de klant dan? Ik ga niet meer samenwerken met Piet. En de klant dan? Raak je klant kwijt? Omdat twee fennoten boos zijn op elkaar. Nee, daar word je blij van. Oh, wat een stelletje kleuters. Want dat zijn het, hè. Boze mensen zijn onvolwassen. Die hebben de boel niet onder controle. Die flappen er maar wat uit. Die zeggen maar wat, omdat ze boos zijn. Ik ben boos, en daarom zeg ik maar wat. Ga doen. Ja, het gaat toch weg in overdrachtelijke zin. Het is niet zozeer dat die mensen weg moeten gaan. Maar jij moet weggaan. In gedachten, al is het alleen maar in gedachten. Ik kon bij dat bedrijf niet echt weg, want het was mijn bedrijf. En er zaten ook klanten waar ik een persoonlijke relatie mee had. Ja, ik kan niet zomaar opstappen natuurlijk. Los van het feit, waar moet ik dan mee inkomen vandaan halen? Probleem heb ik nu ook. Ik ben nou wat ouder. Al die dromen over een duurzame business opstarten, die heb ik al lang achter me gelaten. Het ruziemakende fanauto, ja, flikker toch. Laat me zitten. Vond ik ook wel erg. Een van die fennoten die kregen een hele vervelende diagnose. Een non-Hodgkin's lymfeklierkanker. Die belandde in het AMC. En we waren met vier fennoten. En ik was de enige fennoot die bij hem in het AMC langs is geweest. Ja, die lul, nou, daar ga ik niet langs hoor. Denk je, ja. Hij zit wel heel mee in de kreukels met een chemo en een kale kop. En misschien overleeft hij het niet eens en dan ga je niet langs. Ik vind het schandalig. Er geen goed woord voor over. Dat doe je niet. En dan kan je zeggen, die fennoot in kwestie, dat is echt een hele moeilijke man. En het, ik heb er ook gezeik mee gehad. Maar als er iemand toch met zo'n ernstige kwaal, of ernstige diagnose, nee, het was ook een kwaal. Hij had carcinomen van die kankergezwellen te grootte van een kleine sinaasappel in zijn buik. Overal waren dus die lymfeklieren maar zaten in zijn lies. En overal was het de kanker erin, man. Levensgevaarlijk. Hij had er aan over kunnen overleden. Leiden. Het laatste wat ik van hem hoorde is dat hij nog leeft. Maar ik weet niet hoe oud hij was. Nou ja, toen het loodje kunnen leggen. En dan kan jij zeggen, nou, ik ben mooi niet langs gegaan in zijn laatste dagen. Want dat was een klootzak. Dat is verschrikkelijk. Hey, super bedankt voor het luisteren. En trouwens met thee is op. Het is nou 1 uur en de markt is nog open tot 5 uur of zo. Dus ik heb nog 4 uur de tijd om naar de markt te gaan. Ga ik wat lekkers halen. Ik moet nog wat brood hebben. Oh, misschien haal ik het ook wel op de markt. Ik heb nog maar heel weinig geld. En ik moet voor vandaag, voor morgen en voor maandag moet ik nog eten hebben. Eigenlijk voor dinsdag ook. Ja, dat wordt een beetje puzzelen. Komt tijd, komt raad. Ik maak me geen zorgen.
Ik ben geborgen in de hand van mijn vader. De heren, heren. Ja, ik ben niet boos. Ik zou niet weten op wie. Ik vind mezelf af en toe een eikel. Maar ja, dat heeft iedereen wel eens. Niet per se een reden om in paniek te raken. En ik vind dat ik keurig gestopt ben met suipen. En, ja, stoppen met tabak heb ik ook geen moeite mee. Ik zuip mezelf te pletteren aan thee, maar... Ja, dat is ook niet het grootste probleem. Hé, hey, reuze, bedankt voor het luisteren. En ik ga ervan uit dat jullie niet boos zijn, want anders had je al lang opgehangen. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Er zijn nogal wat boze mensen hier in Nederland, hè? Maar of in de gaten. En heb er geen medelijden mee. Het heeft geen enkele zin. Snap je? Uit respect en uit liefde en uit vrolijkheid en tevredenheid zeg ik tjus en dag lieverds.